Ik sta hier in Vleuten, in Vleutenweide, in de Hoven. Hier in dit gebied van Vleuten zijn van de 30 straatnaamborden minimaal 10 fout gespeld. Dit is de eerste, Utrechtse Heuvelrug. Volgens mij moet de Heuvelrug met de hoofdletter. Ze hebben twee straatnaambordjes vervangen. En dat waren ook de bordjes met de ergste fouten. Maar ja, de andere 11 bordjes in de wijk die hangen er nog. Nou, is buitengewoon slordig natuurlijk. Alleen wij hebben dat ook pas heel kort, gisteren geloof ik, binnengekregen. En het eerste wat wij doen dan in dit geval is contact opnemen met de GEM. GEM is de gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij die dit gebied ontwikkelt en ook bouwt. En zij hebben toegezegd dat ze het ook slordig vinden. Utrechtse Heuvelrug. Hoe spel je Heuvelrug? Is dat met een hoofdletter of een kleine letter? Kleine. Met een kleine letter Heuvelrug? Volgens mij wel. Utrechtse Heuvelrug, wat zou jij denken? Ja, ook met een kleine letter. Is met een hoofdletter. Maar hier in de buurt zie ik het op alle bordjes met de kleine letter staan. Dus het is niet zo raar dat jullie dat denken. Nee, dat is waar. Maar het is wel fout. Oh. Weten zij wat ze fout gedaan hebben? Want jij zei net ook van, soms wisten ze helemaal zelf niet wat de goede spelling was. Dat denk ik, omdat ze toen zeiden dat er iemand was langs geweest, naar aanleiding van mijn laatste mail. En dat die persoon geen fouten kon ontdekken op de bordjes in de wijk. En daar verbaasde ik mij toch lichtelijk over. Oh, dus ze hadden niet door wat de fout was? Nee, die persoon die hier in de wijk liep in elk geval niet. Hoe kan zoiets nou misgaan? Ja, ik zie drie verschillende dingen. Eén, de Heuvelrug is met een kleine letter. Nou, dat is gewoon iemand die een onvoldoende taalgevoel heeft, denk ik. En dan de spaties die vergeten zijn. En dan S bij de landschapsbaan. Nou, je hebt een landschap en je hebt landschapsbanen. Het zijn niet hele grote. Het is niet netjes, maar... Nee, er hoeft niemand voor ontslagen te worden. Echt niet. En hoe lang denkt u dat het duurt voordat deze straatnaambordjes weer vervangen zijn? Nou, wat ik net al zeg, er moeten natuurlijk nieuwe bordjes gemaakt worden. En wat wij net hebben doorgekregen, we hebben even geïnformeerd, is dat 5 à 6 weken gaat duren voordat alles hersteld is. Oké, dan kan ik...